jullie lieve volgers van mij. Ja, daar ben ik weer. Inmiddels is het alweer 3 maanden geleden dat ik ben bevallen van mijn zoontje Mees Marijn. Ja, inmiddels is hij alweer bijna 3 maanden oud. En ik dacht, laat ik eens even een vlog opnemen om te vertellen wat er allemaal is gebeurd de laatste tijd. Hoe die laatste paar weken zijn gegaan. Want ik ben natuurlijk in 1 keer gestopt met vloggen. Want in 1 keer was mijn baby er. En zijn we gewoon gaan genieten van hem en ons nieuwe gezinnetje. Maar ik dacht, ik vertel toch nog eventjes hoe het allemaal is gegaan. Want ik krijg er best wel veel vragen over. Ik kan me nog herinneren dat ik een vlog heb opgenomen dat ik allemaal massages aan mijn voeten had gedaan. Wat was dat fijn zeg, die voetreflex massage. Ik viel ze wel bijna in slaap daar in die stoel, joh. En ja, wat ze dus eigenlijk doet, het is vooral om je baarmoeder goed te doorbloeden. Maar ze raakt ook wat drukpunten aan in je voeten die in verbinding staan met je baarmoeder. Dus als je lichaam er echt klaar voor is en de baby er klaar voor is, kan het dus weeën opwekken. Maar even in bed gaan liggen. Want die zeurende menstruatiepijn is zich nu wel een beetje aan het uitbreiden. De eerste keer dat het een beetje anders aanvoelt. En dat ik vooral heel erg bang was dat mijn bevalling zou starten met een hoge bloeddruk en een inleiding. Want dit was ook bij mijn oudste zoontje Freek gebeurd. Uiteindelijk is het ook zo gegaan. Ja, het is echt bizar. Ik vind het nog steeds heel erg bizar. Maar in ene op... Op een gegeven moment ging ik op een vrijdag naar de controle van de verloskundige gewoon. En toen was mijn bloeddruk al ietsjes verhoogd, maar nog niet heel erg. Maar ik ging wel een beetje onzeker het weekend in, zo van... Ik hoop niet dat het nu dat het toch de bloeddruk omhoog gaat, dat ik alsnog ingeleid ga worden. Er zit niet heel veel mis met de inleiding, maar ik had liever dat het gewoon natuurlijk ging. En dat ik een keer op een spontane manier zou bevallen, dat het niet ingeleid hoefde te worden. En oh, die hoge bloeddruk is natuurlijk ook niet zo prettig. ik ben toen gewoon het weekend ingegaan en uiteindelijk voelde ik me wel een beetje niet helemaal lekker. Een beetje vage klachten. Dus ik heb op een gegeven moment wel gebeld met de verloskundige op de zondag. Die is toen bij mij langsgekomen om toch maar de bloeddruk te meten. Slecht nieuws, mijn bloeddruk is te hoog. Ik moet nu naar het ziekenhuis. Mijn bovendruk is vooral te hoog, 165 over 170, 165, 170 en onderdruk is 95. Kan er de spanning komen, maar bij Freek had ik maar 150 over 94, dus het is een slagje hoger. Dus we gaan even alle controles doen in het ziekenhuis. Oranje. Oranje. Nou, we zijn nu een hartfilmpje aan het maken. En we hebben net ook oplast. Gaan ze even checken. En dan gaan ze straks nog de bloeddruk meten. Kijken hoe het hier is. Hartfilmpje is verder helemaal goed. Baby doet het gewoon nog goed in de buik en dat soort dingen. Maar mijn bloeddruk is nog steeds te hoog. Ze hebben het hier nu een paar keer gemeten. 100. Wat was het nou? 170 over. Ja, 170 over 95. 170 over 95, 170 over 100 een keertje. Net weer 150 over 105. Nou, het is van alles wat. In ieder geval hoog. Er zat er geen eiwitten in urine. Dus we gaan denk ik zo bloed afnemen en dan kijken. Nou, we zijn dus op dit moment. Ik heb inmiddels een infuusje gekregen. Dus we gaan. Ik heb nu medicatie gehad. En dan hopen we dat het gaat zakken. Uiteindelijk is besloten zo van ja, je bent nu ruim 39 weken. We gaan jou niet door laten lopen met een te hoge bloeddruk. Terwijl de baby er gewoon klaar voor is. En ben ik doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Want het ziekenhuis waar ik was zat vol. Ja, dat schijnt nu vaker te gebeuren hier in Utrecht. Maar goed, ik ben naar een ander ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze 's avonds nog een ballonnetje geplaatst. Een ballonkatheter om ervoor te zorgen dat ik meer ontsluiting zou krijgen. Met het idee dat ze ochtends daarna de vliezen konden breken. Dat is dus gebeurd. En de ochtend daarna hebben ze inderdaad ook mijn vliezen gebroken. En heb ik flink aan de weeopwekkers gezeten. En dat ging in het begin nog vrij rustig aan. Dan kon ik nog best wel veel doen. Nou, kijk, ik heb nu een mobiele band op mijn buik. Dus ik kan nu gewoon rondjes lopen. Dus dat is echt super handig. Dus nu kan ik gewoon een beetje rondlopen, wiggelen. Zo, ik ging het af te verwandelingetje.
ter stimulatie. Van de weeën. Ja. Sluiting. Toen gaat het best wel oké. Okay. Maar uiteindelijk rond de middag begon het echt wel flink heftig te worden. De weeën werden steeds sterker. En moest ik steeds meer moeite doen om ze echt weg te puffen. Ik zat toen vrij snel op 7 centimeter ontsluiting, maar daar bleef het eigenlijk een beetje hangen. En moest ik in een andere positie gaan liggen om ervoor te zorgen dat... het bleek dus al, de arts kon al voelen dat het kindje niet helemaal goed ervoor lag. Dus ik moest in een andere positie waardoor die... Ja, de baby beter tegen de onderkant aan kon drukken, waardoor de ontsluiting dus weer sneller zou gaan. Dus ik had dat gedaan. Was wel vrij pijnlijk. Was niet echt een fijne positie. En toen zat ik op volledige ontsluiting en toen mocht ik persen. En dacht ik, nou, dit gaat super goed. Ik kon ze lekker goed wegpuffen. Ik was helemaal blij dat ik het zonder pijnbestrijding deed. En nou ja, ik zat helemaal in de zone en daar was ik heel blij mee. En Emiel zei ook dat ik het super goed deed. Ik had echt goed controle. Nou, toen bleek tijdens het persen dat Mees er dus echt niet goed voor lag. Waardoor ik dus niet mocht persen, want hij moest eerst gaan draaien in mijn buik nog. En dus moest ik een hele tijd op handen en voeten op het bed gaan zitten. En moest ik de persweeën die ik inmiddels had, ik had best wel flinke persweeën, gewoon wegzuchten. Een paar uur lang. En ja, dat was echt wel heel erg pittig. Dat is denk ik wel een van de moeilijkste dingen die ik ooit eigenlijk heb moeten doen. Je hele lichaam zegt pers, pers, pers. Je hele lichaam dwingt jou gewoon om te persen. Maar dat hele oergevoel moet je negeren. En moet je wegzuchten en puffen. En dat is, ja, het was echt moeilijk en het lukte me niet. Het lukte me echt niet elke keer. Ik probeerde de hele tijd maar te denken aan... aan Mees en aan Freek en ik probeerde gewoon positief te denken van deze week gaat weer weg, deze persweek gaat weer weg. Ik probeerde gecontroleerd te blijven, maar dat is echt super moeilijk en vooral zo lang. En ik heb ook een paar keer geroepen, geef me dan maar pijnbestrijding. Maar ja, dat wilden ze natuurlijk. Uiteindelijk ben ik wel blij dat dat ook niet gebeurd is. Maar ja, het was heel zwaar. Ze gingen tussendoor weer kijken en dan mocht ik het weer proberen. Maar het lukte gewoon niet. Hij lag gewoon niet goed in mijn bekken. Gewoon helemaal niet goed. Achteraf heeft de arts ook gezegd dat dat nooit ook gelukt. Dat nooit gekund op die manier. Uiteindelijk na een paar uur hebben ze een vacuumpomp op het hoofdje gezet. Om hem met de vacuüm eruit proberen te trekken. Dat mislukte ook. Het slipte heel erg weg op het hoofdje van Mees. En toen heeft de arts gezegd, je gaat nu voor een keizersnede. Je gaat nu naar beneden. Want ze konden ook niet meer goed zien of het hartje het nog wel goed deed van Mees. Dus op een gegeven moment werd het wel kritiek. Dus we zijn toen, wat ik me ervan kan herinneren, want het is natuurlijk allemaal zo snel gegaan. We zijn toen als een gek naar beneden gegaan. Met ook de couveuse. En ik kreeg medicatie dat mijn weeën weg zouden gaan en ik kreeg een katheter, antibiotica werd geloof ik aangehangen. Er gebeurde superveel, waarschijnlijk nog wel meer, maar we gingen snel naar beneden en het was onzeker of Emiel erbij mocht zijn. Want als je een keizersnede krijgt, spoedkeizersnede onder volledige narcose mag de partner er niet bij zijn, maar met een ruggenprik mag het wel. Uiteindelijk is besloten om mij onder narcose te doen. Omdat het gewoon best wel kritiek was. Ze wilden gewoon snel dat Mees geboren kon worden. En het zetten van een ruggenprik duurt veel langer dan iemand onder narcose brengen. Dus ik snap wel dat ze die keuze hebben gemaakt. Maar uiteindelijk betekent dat ik Mees niet geboren heb zien worden. Dat Emiel Mees niet geboren heb zien worden. En dat ik uiteindelijk Mees was 4 uur na de geboorte voor het eerst heb vastgehouden. Dat vind ik nog steeds wel heel erg moeilijk en heb ik nog steeds weer heel erg veel moeite mee dat zo is gegaan. Maar nogmaals, de arts heeft die keuze gemaakt omdat het onzeker was hoe het met Mees ging op dat moment. Gelukkig bleek dat het met Mees gewoon helemaal goed ging. En vlak na de geboorte is hij gelijk naar papa gegaan en die heeft hem urenlang op zijn borst gehouden totdat ik er was. En daar ben ik echt super blij mee. Ze hadden borst op borst, zeg maar. En dat is wel heel bijzonder. En dat zij dat wel gedaan hebben, daar ben ik ook heel blij mee.
Waarom ik dan 4 uur later pas daar was, omdat ze tijdens de operatie ben ik 2 liter bloed verloren en hebben ze mijn blaas beschadigd. Die hebben ze tijdens het opensnijden van de buik waarschijnlijk geraakt. Dus er moest een andere gynaecoloog bij komen, moest een uroloog bij komen. Die moest helemaal uit Rotterdam komen, geloof ik. En dat bloedverlies was niet goed, waardoor ik nog een hele tijd onder narcose was. Omdat ze dat allemaal moesten hechten en maken en fixen. En ja. Dus uiteindelijk lag ik daar op die uitslaapkamer. En was ik nog best wel wazig en zag ik in één keer dat het 10 uur 's avonds was. En ik ging naar mijn gevoel rond 1 uur of 6 naar OK. Het was 10 uur 's avonds. Ik dacht, nou, die klopt gewoon niet. Ja, het bleek wel zo. Nou, toen ik op een gegeven moment wel echt wakker was, hebben ze gebeld. Toen kwam Mees in zijn wiegje met Emiel. En toen mocht ik hem voor het eerst vasthouden. En ik mocht hem gelukkig aanleggen. Ze hebben helemaal nog gecheckt of het nog met de borstvoeding en de narcose, maar nog mocht gewoon. Ja, en ja, toen was het goed. Maar het was wel heel heftig, jongens. Ja, ja, ja. En hoe gaat zoiets verder? Ja, het is echt een bizarre tijd geweest. Daarna ga je weer terug, ga je slapen, want het was 's avonds laat. En ja, heb ik in het ziekenhuis ben ik nog een tijdje geweest omdat ik moest herstellen. En mijn blaas moest herstellen. Ik heb nog een tijdje katheter gehad. Echt, ik heb het gevoel alsof ik nou... Blablabla, maar er is gewoon zoveel gebeurd. Ik probeer het maar een beetje kort te zeggen. Maar ja, jongens, kwam natuurlijk veel meer bij kijken dan hoe kort ik het nu vertel, zeg maar. Maar ja, het was echt heftig. Vooral die eerste paar weken. Ik mocht ook niet tillen, dus Emiel is meer thuis geweest met zorgverlof, maar uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat ik gewoon een gezond zoontje bij heb waar ik super trots op ben. En we zijn zo blij dat hij er is en we zijn zo blij dat hij ons gezin nu verrijkt. En ja, ja, het was heftig, maar het is me allemaal waard geweest. Want het belangrijkste was dat hij gezond ter wereld zou komen en dat is gewoon gebeurd. En ja, ik ben super blij dat hij hier nu is. En ja, dat wilde ik gewoon toch nog even kwijt. En wilde jullie even laten weten hoe het allemaal is gegaan. En ja. Wauw. Dus ja, dat. Ik ga de vlog nu afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle reacties van jullie heb ontvangen. Bedankt en wie weet tot snel.